Ruim 3 jaar hebben ze erop moeten wachten, maar vandaag was het dan eindelijk zover. De opening van het nieuwe kindcentrum Warande in Lelystad. Het is een hele mooie dag en het is inderdaad een beetje het gevoel van oud naar nieuw. We komen uit onze oude noodgebouwen, daar hebben we 7 jaar in gezeten. En de laatste jaren groeiden we er volledig uit. Het werd steeds kleiner en kleiner. Het gebouw bleef net zo groot, maar omdat er meer kinderen kwamen, voelden het als dat het echt te krap ging worden. En nu dus naar het nieuwe gebouw. 7 jaar lang zat de school in een noodgebouwtje aan de Buizerdweg. Pas met de klassen leeg is te zien hoe versleten dat pand was. De nieuwe school staat 100 meter verderop. Het pand is licht, open en ruim van opzet. En dat past precies in de visie van het kindcentrum. Ja, het is een kindcentrum. Dat betekent eigenlijk dat het een school is en een plek voor opvang van kinderen van 0 tot 4. En in dat kindcentrum werken we dan met opvang en onderwijs samen om dat aanbod te realiseren voor alle kinderen van 0 tot 12. Dus het is één visie, één team. Alle medewerkers, alle professionals doen dat wat nodig is om het aanbod voor kinderen van 0 tot 12 te realiseren. Wethouder Ed Rentenaar had de eer het centrum te openen. De gemeente is blij met de school, want het biedt de wijk Warande een belangrijke voorwaarde om te kunnen groeien. Ja, dat is altijd hè, van wanneer ga je nou bouwen en daarna de school maken? Of ga je eerst de school maken om te zorgen dat de voorzieningen er zijn? Dat is altijd de afweging. Nu is in ieder geval heel mogelijk een duidelijk punt neergezet. De school is er en nu kan Warande ook weer gaan groeien. De school biedt ruimte aan 270 leerlingen en ook zij zijn heel content met het nieuwe onderkomen. Maar dat kunnen ze beter zelf zeggen. Mooi! Goed samengevat, mooi.